Wij gaan ervan uit dat het een maatschappelijk gegeven is. En wij zeggen, daar moet je met moderne onderwijskundige methoden op inspelen. Het is nog maar een half jaar geleden dat wij hier drie jongens naar huis moesten sturen wegens het roken van een stikkie. En dat is natuurlijk dweilen met de kraan open. Zeker na de IRT-enquête. Het gedoogbeleid, wij willen het met z'n allen als maatschappij. Het gedoogbeleid heeft ertoe geleid dat nu 21% van de leerlingen tussen de 14 en 17 jaar marihuana of hash rookt. En dat beïnvloedt natuurlijk ten zeerste het klassikale leertempo. Vandaar dat wij op deze HAVO-scholengemeenschap uitsluitend blowende leerlingen accepteren. Zodat die klassen weer op één level en één lijn komen te liggen. We noemen het ook weer gewoon heel ouderwets HBS, de Haaieren Burgerschool. Enfin, ik zou zeggen, komt u even mee, dan ziet u hoe dat in de praktijk toegaat. Leo, mogen we even een kijkje komen nemen? Leo van Gorssel, die doseert Nederlands. Mogen we even rondkijken? Kijk. Mijn tofu is dan Nederlands, maar je geeft natuurlijk op die Heidelbergschool veel meer dan dat ene pure vak. Dus ik was vandaag voor Nederlands met de kinderen bezig met koppelwerkwoorden. Bekend verhaal, blijken, lijken, schijnen, heten, dunken, voorkomen. Je noemt het rijtje op, toch ook meteen iemand vandaar dunken. Hey, Michael Jordan. Hè? Basketbal. Dus meteen die stonende associatie. Dunken. Hup, Michael Jordan. Dus dan spring je vandaar naar Jordanië. Midden-Oosten. Hè? Een ander roept dan weer, Magic Johnson. Nee, kijk, zeg ik. Nee, jongens, op één spoor blijven nu. We zitten in Jordanië. Magic Johnson, ook basketbal. Dus die roept dan weer, president Johnson, Vietnam. Maar dat is de kunst. Dan moet je ze dus in die rails krijgen. Associëren mag, prima. Maar op een gezamenlijk spoor blijven. Dus we zitten in het Midden-Oosten. Dan heb je het over Israël, Palestina, de Arabische wereld. Een paar dingetjes erover. Een ander zegt dan, waar is nou eigenlijk het Westen? Want dat heb je natuurlijk, hè, een beetje gedesoriënteerd in die klas. Dan leg je nog een keer uit. Dit is het Noorden, Westen, Oosten, Zuiden. Oosten pakt weer iemand op die zegt, het daagt in het Oosten. Voor mij oké, okay, is Nederland. Zeg ik, oké, het daagt in het Oosten. Maar wat zijn de wijzen uit het Oosten? Kasper, Melchior? Weten ze dan niet, hè? Dus dat is leuk, dan hou je ze even op dat spoor vast. En derde zegt, Egidius, hoe best toe bleven, heeft hij nog onthouden. Hadewieg, pik je dat stukje Nederlandse literatuur mee. Het oosten, de zon komt op in het oosten. De ozonlaag, roept er iemand, daar, linksachter. Heldra roept dat. De ozonlaag, dan blijft Jaap daar hangen op laag. Die zit laag, hoog, haai, haai. Ik zei, nee, niet haai, jongens, we zijn heel erg nu. Laag, hoog, ozonlaag, wat is hoog? Parijs bijvoorbeeld, de Eiffeltoren, 321 meter hoog. Parijs. Ah, papa voor hun piep, hè? Ze zien net pas hun piep, dus dan krijg je het hele realisme en irrealisme. Magritte kun je dan even erbij pikken. En zo spring je door die hele cultuur heen. Het is veel meer dan Nederlands. Dan weet een derde, Hans, die de hele tijd op zit te suffen, die roept ineens Balthazar, de derde koning, de derde wijze uit het oosten. Dus dan kom je op Balthazar Gerards. Die vermoordde Willem van Oranje op 10 juli 1584. Je pakt het koningshuis mee. Je hebt het over het referendum dat niet mag gaan over het koningshuis. Dat is dat stukje aanhaken bij die actualiteit van de dag. En voor je het weet is het uur om. En dus het is ongelooflijk wier natuurlijk, zo'n heel verhaal. En verschrikkelijk vermoeiend, maar wel geweldig leuk. En dat hele reservoir dat anders ongebruikt blijft, dat komt stoom boven borrelen. Dus ik ga even liggen als je het goed vindt. Maar het was wel weer een krankzinnig uurtje. Alleen die multiple choice moeten ze 10 vragen voor hebben. Kijk, 3 is te weinig. Ja. Stoom te associëren. Bij multiple choice, bij die toetsen, moeten ze 10 mogelijkheden hebben. Daar hebben we het nog over. Lopen ze vast. Ja. Ja, toetssysteem kunnen we zo heel anders invullen. Ja, ik ga even plat nu, hè. Dat is zo'n beetje een indruk van het stoont onderwijs. Roosters bijvoorbeeld hebben we hier helemaal niet. Het is allemaal nog in ontwikkeling. Het is een experiment. Ik zelf bijvoorbeeld geef wiskunde. Nou, dat gaat zo. Ik zet een getal op het bord. En ik wacht. Ik ga rustig zitten in mijn lokaal. En ik wacht tot er minimaal 5 leerlingen binnen zijn. En dan gaan we eens een uurtje trippen op dat getal. Ja, zo gaat dat. Minimaal 5.